Hoi, 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 hoi. Een hele goede morgen deze morgen. Welkom lieve YouTube-kijkers bij de Stofjes. YouTube-kijkers. Bij de Stofjes. Ja. Zondagmorgen. The day after. En de day after bedoel ik mee dat we de wedstrijd gisteren hebben gespeeld tegen Venray. Wat we niet verwacht hadden, of tenminste eigenlijk niet verwacht hadden. Maar het is wel gebeurd. We hebben gisteren gewonnen van Venray. Die notabene nog gingen voor promotie. Of tenminste voor periodetitel. En wij hadden eigenlijk ingezet van, het wordt of een gelijkspel of misschien toch wel verliezen, maar winst. En dan eigenlijk niet eens zomaar winst, maar gewoon 4-0. Ja, dan mag je eigenlijk wel als team toch wel een beetje op het borst kloppen, hè? Dat je dit gepresteerd hebt, dat je het gedaan hebt. En ja, het was prettig voor ons. Hiermee zetten we een stap richting, of dichter richting, het niet spelen van een na-competitie. Daar zijn we nog van afhankelijk voor vandaag. Want er zijn nog twee teams, in ieder geval Witterhorst, die moet vandaag spelen. En als Witterhorst vandaag verliest, dan zijn wij zeker veilig. Mocht het zijn dat Witterhorst toch gaat winnen, dan moeten we nog een weekje door. Dan is het volgende week pas echt besloten. Maar tot nu toe is het de kans groot is dat we gewoon geen na-competitie spelen. We hebben ons daar gisteren heel erg goed aan gedaan om om dit te doen, om die winst te pakken. Dus dat is erg prettig. Nou, er zit natuurlijk nou ook voor het mooiere weer. Vandaar ook mijn bril die ik op heb, de zonnebril. Ik rijd nou tegen de zon in, dus dan is het een beetje knijpen met de ogen. Dus doe maar even zonnebril op. En voor de rest, ja, weet je, het mooie weer komt eraan. Volgende week Julianadag. Dat houdt in dat, dat wij dan die wedstrijd spelen thuis en dat er daarna nog een feestje georganiseerd is. Dus we zullen meemaken wat dat gaat worden. Over het algemeen is dat is het al wel prima. Prima feestje. En voor de rest, natuurlijk hemelvaart gehad, een aantal dagen vrij gehad. Dan raak je even van de waps qua dagen. Dat je al op vrijdag ineens gaat bedenken, was nog vrijdag? Oh nee, of zaterdag? Nee, nee, het is toch vrijdag, omdat dat soort dingetjes. Zeg maar van die kleine dingetjes die het dan net eventjes wel anders maken. Maar goed. Ja, het zij zo. Oh ja, en het probleem met de motor, die moet waarschijnlijk ook nog even opgelost gaan worden. Daar moet ik het een en ander aan gaan doen, want het was weer gebeurd dat ik met die vastgeslagen was. Van de week ben ik naar Vos Os geweest om foto's en een filmpje te laten zien daarover. Nou ja, kan een conclusie zijn dat er waarschijnlijk van die aan het nokje een paar braampjes zitten waar je er net overheen schiet en dan daarop vast blijft hangen. Want normaal gesproken moet hij gewoon dat toch weer gewoon terugschieten. Maar ja, dat doet hij dus niet. Dus dan moet ik even gaan nakijken hoe dat we dat kunnen fixen. Maar dat gaat er goed komen. Ik kan toch van de week pas de nieuwe pakking ophalen. Want dat is wel een nadeel, zo'n pakking. Als je die in mijn drop hebt gezet en je hebt een paar keer gereden, is je warm geweest. En je gaat hem eraf halen, ja, dan scheurt hij weer meteen kapot. Dus die moest nieuw besteld worden. Als het goed is, komt die volgende week of de komende week, dinsdag, komt die binnen. Nou, dan zou ik
zeg maar, volgend weekend zou ik hem alweer gemaakt kunnen krijgen. En ik hoop misschien, heel misschien, dat ik dat zaterdag... Oh nee, dat kan niet. Oh nee, ja, zaterdag morgen. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen dat ik hem zaterdag klaar krijg. Oh, dat zou wel geweldig zijn. Dat zou mooi zijn als ik die zaterdag nog eens eventjes lekker fix. Goed, nou, we zijn weer thuis. Straat erin gedraaid. Ik ben bezig met parkeren. En dan gaan we zo naar binnen. Oh, niet onder de boom. Dan zit ik vol op de auto toe. Goed, dan zijn we weer thuis. Dus, kort. Was je goed gisteren? Ja, top. Was het prettig voor jezelf om het te doen? Ja, top. Ja, vandaag moederdag. Ook dat nog eens een keer. Nou, heb ik weliswaar geen moeder meer, maar toch alle felicitaties naar de lieve moeders die er wel zijn voor de anderen. En ja, we zullen het zien. Ik zou in ieder geval zeggen, even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Dan zie je de volgende keer weer terug. Ik zou zeggen, nog een fijne dag. Groeten. En tot de volgende keer. Ciao.